orgel is gebouwd in 1809 door een beroemde orgelbouwer. Dat is Gideon Thomas Betts. Nou, zijn opvolger, zijn familie, heeft het orgel in de Dom bijvoorbeeld gebouwd. Dus het is een hele echte Utrechtse orgelfamilie. En ze hebben dit orgel hier gebouwd voor de kerk aan de Kromme Nieuwegracht, waar nu Othoon is. Daar stond een kerk en voor die kerk hebben ze het gebouwd. Maar in 1866, toen wilden ze daar een grote orgel hebben. En toen zei de kerk voor Daniël Vleuten, nou kom maar op met dat orgel. Het staat dus sinds 1866 hier in de kerk. Zo, dat is nogal wat. Ja. En het is een oude orgel, dat kan je zien, omdat het is, heel vaak is het uitgebreid. Dus waarschijnlijk zijn de pijpen, denken we, uit 1750. We hebben geprobeerd om het weer terug te restaureren tot het orgel wat het is geweest toen die gebouwd werd. Maar ook de stemming in het orgel, dus dat is een heel technisch verhaal, is ook weer een stemming die in 1809 gebruikelijk was. Dus nou ja, we denken dit is het geluid geweest zoals het orgel heeft geklonken. En dat hebben we ook in de archieven wel teruggevonden hoor. Ik weet nog dat mijn grootvader in 1905 bij dat orgel was. Ja. En dat orgel werd opnieuw gestemd. Mm-hmm. En hij vertelde, ik moest een loodje leggen op de toets. Ja. En er werd de stemmer bijgestemd. En af en toe liep de stemmer weg omdat het echt goed was. Dat zijn de verhalen die ik dus van mijn grootvader weet. En ook dat in toen destijds dus de... het orgel gerestaureerd werd, eigenlijk een beetje misvormd werd, maar dat was de tijd van het jaar. Het moest allemaal een beetje romantisch zijn, dus ook de pijpkleuren werden veranderd. En er zijn toen pijpen bijgezet en een prestand. En het laagste register is toen gemaakt op aanwijzen van de orgelbouwer. En dat heeft mijn grootvader dus voor het laatste klavier houten orgelpijpen gemaakt. En die hebben er de hele tijd in gestaan. 10 december 1971, toen werd hier de kerk weer opnieuw geopend. Hè? Ja. Daar bent u bij geweest? Ik weet dat het 's middags om 2:30 dus was de overdracht. Dat ging dan later zo van de bouwer naar de kerken, rentmeesters. En daar was van 's middags een officieel bijeenkomst. Dat is het enige wat ik weet. En ik weet wel dat ik op 12 december, dat was de zondag, was er 's middags om 2:30 een kerk. Ja. En toen was er dus nog geen orgel. Ja. Er stond een kistorgel achter in de kerk. Mm-hmm. En ik ben ook een hele liefhebber van blaasmuziek. Dus ik had er ook twee trompetisten bij om toch een beetje feestelijk te zijn. En ja, die kerk, ik weet nog wel dat die ontzettend vol zat. Ja. Altijd op sokken? Ik speel altijd op sokken. En dat komt dat ik dus toen ik een jaar of 15 was, dat ik gevraagd werd om bij de zondagschool te spelen op kerkorgel. Yeah. Okay. Want diegene die daar speelde, die ging militaire dienst in. Dus klaar. Yeah. En ik had hem gezien op sokken. Ik dacht, ja, dat zou dan zo wel moeten. Dus sinds die tijd speel ik op sokken. En doen alle organisten dat? Nee. Er zijn er die ook gewoon op de schoen spelen. Maar ik heb het zo geleerd. Ik voel veel meer.